Een medewerker van de Surinaamse waterleidingmaatschappij heeft vanmorgen rond 10:30 een aanrijding veroorzaakt. Hij reed over de Fred Derbystraat richting Willem Campagnestraat en ter hoogte van het molenpad werd hij onwel. Hij verloor de controle over het stuur en ramde een pick-up en een personenwagen en kwam vervolgens tot stilstand tegen een aanhangwagen. Politiewoordvoerder Humphrey Naarden zegt dat de bestuurder per ambulance is vervoerd naar de spoedeisende hulp. Er hebben zich geen andere persoonlijke ongelukken voorgedaan.